Ja, dan brandt hij. Klik daar boven toch op die. Ja. Nee, nu gaat hij weer één keer indrukken, ja. Je moet niet te veel drukken. Oké, het flikkert, dat rood. Dat is nu, dan gaat hij aan. Ja, nog een keer drukken. Ja, nu staat hij aan. Oké, ja. Kom je mee? Hey, let's go. Zo. Even kijken, dan doen we het eventjes zo. Blijf ik even zitten hier. Even, blijf maar lekker zitten zo. Dan ga ik even beginnen op die manier. Dan stap ik in. Kijken of alle camera's een beetje werken. Goedemiddag. Goedemiddag. Makkie? Goedemiddag. Makkie. Oké, ik zet hem even hier neer. Zo. Gordel natuurlijk. Zo, we nemen nu op met de HD Pro camera's. En met de... zo. Ik moet even kijken. Dit is even ietsjes zo goed doen. Ja, een beetje nog een beetje lullig. Oké. We gaan naar beneden, drive. Oké. Jij hebt de 10e afstandsbediening, hè? Die heb je toch? Ja. Zo, ik moet even zorgen dat ik hiermee geen... ik geen gaten maak hier. Gaat dat goed aan die kant? Ja, prima. Oké. Zo jongens, we mogen hier niet mee op de openbare weg, maar ik kan je ook even het gevoel geven. Zo. Is dat rollercoaster of is dat rollercoaster? Ja, dat hek maak jij open. Dat is dan bij Adlon zeg maar erin. Ik zie wel dat dat beeld hier, dat moet nog even iets beter. Aan de rechterkant. Ja. Heel goed. Hoe voelde dat? Fantastisch. Dat is een mooie auto. Ja, mooie auto. God, nou joh, zijn jullie een beetje... Komen jullie uit het noorden of zo? niet te snel, te enthousiast. Moet hij nog misschien naar achter of zo nog een beetje? Dat ik net nog een beetje meer heb. Okay. Zo. Kijk, maar dat is echt gewoon... Het geeft geen kermisgevoel, hoor, dit. Zo. Dan gaan we daarheen. Nu gaan we even op het dak. Kijken of we nog een beetje een mooi beeld krijgen, zo. Nu zal ik maar heel rustig naar boven gaan. Dus het lijkt wel een racebaan zo, weet je, echt zo van, we gaan nu naar boven. Ja, andere knop. Heel goed. Ja, we zitten nu boven op het dak. Het is een mooi gezicht zo. Even kijken, hoppakee. Zo, on top of the world, in Almere. En we kunnen dus echt, deze auto heeft nog Duitse nummerplaten, dus we kunnen niet gaan zorgen voor... Oké, hoppakee. Maar vertel eens jongens, jullie zijn experts op het gebied van auto's. Wat vonden jullie van deze auto? Dit is heel bijzonder. En dit is echt heel mooi om in te bouwen. Dat zijn de gears die wij laten. Ja, dit is natuurlijk... Ja, dit is echt gewoon, ja, dit is even van, jongens, dit is echt helemaal het mooiste. Even, kijk, hier, we doen even nu, even het boven, en dan zie je hier het dak. En in werkelijkheid gaat het ook naar boven. En nog even iets meer naar boven. Ja, gewoon, je krijgt een auto en dan krijg je er gewoon een dakbesturing bij. Ja, dat is gewoon te gek voor allemaal loslopen. Even kijken, we zitten hier nu op het dak van Adlon. En dan moet ik weer naar beneden toe. Oké. Hier kunnen we dan weer naar beneden.
Wat een ruimte hebben die lui, zeg. Niet te geloven. Lampen gaan automatisch aan. Ja, dat is natuurlijk normaal. En, wat een auto's hebben die mensen. Niet te geloven. Hier bakken met auto's. Hoe komen we nou eruit? Hier. Oké. Ja, nou, dat is in ieder geval een leuk videootje. Dit waren de laatste 20 seconden, want het videootje is 26. Geloof je er wel in? Zie je niet wel zitten dat het elektrisch rijden wat wordt als je deze auto hebt meegemaakt? Dat weet ik bijna wel zeker. Oké, goed. Dit was dan het eerste filmpje van het gebruik van Tesla. De eerste van Athlon. En ja, wat een auto. Wat een geweldige auto. Onvoorstelbaar mooi. Helemaal top. Die man kijkt me aan zo van, nou ja. Oké. Woehoe! We zijn er. Zo. Net echt, toch? Ja. Hm? De achterkant wil gewoon een uitstapje maken op het moment dat het heel hard gaat in de bos. Ja, inderdaad, ja. Ik moet echt denken aan een kermisattractie. Het is gewoon een sportauto. Je ziet het niet direct. Nee, het is echt gewoon, het rijdt een normale auto, hè. Het is echt gewoon van, zo. Nou. En heerlijk stil. Hm? Heerlijk stil. Je hoort niet. Ja. Even kijken. Zo. Mooi. Nou, daar kwamen we even vooruit, Dokkum. Ja. Heren, dankjewel. Ja, super. Jij bedankt voor dit mooie rondje. Ja, ik vond het zelf ook een echt leuk rondje. Oké, einde.